Liu, vorig jaar de tweede op het nationaal sprintkampioenschap van China. En Li, die gisteren jarig was en dus sinds één dag 20 is. Afkomstig uit Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea. Ready. Nou, echt stilstand is anders, maar goed, dat is een oud verhaal aan het worden, dat hebben we meer gehad vandaag. Liu in de binnenbocht, baan en Li, de Koreaan, buiten. De Chinees opent, ook alweer onder de 10 seconden, dat doen bijna al die Oost-Aziaten, 9,98. Dat gaat een beetje lekker door, zeg, die Chinees. Ontzettend een mooie bocht rijdt hij. Prachtig. Hij springt van het ene been op dat andere been. En dan verliest hij iets snelheid op het rechte eind. Maar opnieuw wordt hier een gave 500 meter afgeleverd door een Oost-Aziaat. In dit geval de Chinees Hongbong Liu. 37-66. Voorlopig is dat de tiende plaats. 38-88 voor de Koreaan, de Noord-Koreaan. Maar opnieuw laat in dit geval een Chinees zien dat het echte sprinten in Oost-Azië uitstekend tot ontwikkeling is gekomen.